Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering ga ik je laten zien wat er achter de kap zit en elk onderdeel stuk met je doornemen, want dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Yes jongens, de scooter staat omhoog op onze werkbrug in de werkplaats in Zwanenburg. Ik ben Joey Schaal, leuk dat je kijkt en hier staat een Vespa scooter. Een Vespa scooter heeft een motorblok. Het motorblok waar hier gebruik van gemaakt wordt, zit ook onder andere scooters zoals Aprilia, Derby, Piaggio en er zijn nog meer merken die gebruik maken van Piaggio motorblokken. Het gaat niet per se om dit motorblok wat ik jullie vandaag wil laten zien, want wat is aan de hand jongens? Een motorblok bestaat eigenlijk altijd wel zo'n beetje uit dezelfde onderdelen. Ja, je kunt ze niet allemaal in elkaar zetten, dat niet, maar je kunt wel bijvoorbeeld herkennen dat in elk scootermotorblok er bijvoorbeeld een variateur zit, of een koppeling, of een V-snaar, of allerlei andere onderdelen. Deze keer wil ik je dus laten zien hoe je een kartenkap los kunt krijgen, wat er nou in zo'n kartenkap zit en wat de onderdelen stuk voor stuk zijn, want zo heb ik het nog nooit een keer laten zien. Plus, ik heb recentelijk heel veel video's offline gehaald. Dat heeft een reden dat ik daar niet meer per se achter stond, achter die video's. Maar ik wil wel dat die informatie beschikbaar blijft. Dus een hele informatieve video over wat zit er nou achter een kartenkap, wat zijn de onderdelen en hoe kun je het eventueel aanpassen, vervangen of losmaken of wat doet het nou eigenlijk. Ik ga de kartenkap loshalen, kijk mee. Ik zal proberen stuk voor stuk een beetje te vertellen hoe dat gaat. En hou er rekening mee, dit is slechts een Piaggio motorblok. Maar gebruik bijvoorbeeld een Yamaha motorblok of een Kimco motorblok, dan kan het zijn dat de mate van het gereedschap afwijken van hetgeen wat je nu ziet. Maar dat is niet per se belangrijk, want de kartenkapbouten bijvoorbeeld, die moeten er gewoon uit. En bij de ene staat een Torx, bij de andere Impus en bij deze een dopje 8. We gaan aan de slag. Oké jongens, een motorblok, een Vespa scooter. Heb je überhaupt de hele scooter al laten zien? Laten we gewoon even de scooter een beetje zien. We zien hier een 4-tak Vespa LX scooter, in dit geval een snorfietsie. Het is een scooter die niet van mij is, maar van een klant. En we zien er heel veel op straat. Dit is ook echt wat ik het allermeest maak iedere dag. Uitlaatje, frepie, zadeltje, voorwieletje, spatbordje, polfrontjes, windscherm, koplamp. Een scooter bestaat uit hartstikke verschrikkelijk veel onderdelen. En deze keer behandelen het motorblok. Ik wist nog niet zeker of ik de Vespa had laten zien, dus ik denk dan toch even een rondje maken om de scooter. Maar hier is het motorblok. Dit is het motorblok. Dit is de kickstartpedaal. En met kickstart kun je je scooter aanmaken. En ik weet dat er heel veel mensen zitten te kijken en denken, dat weet ik ook wel. Maar er zijn ook mensen die echt nog nooit een scooter hebben gezien. Of nog nooit hebben gezien wat een kickstart is. Of misschien hartstikke jong zijn. Of wel oud zijn en vroeger op een of andere Sundap reed of zo. Dus dit niet kennen. Dus ik doe het echt helemaal eventjes back to basic bij het begin. En ik hoop dat iedereen het snapt. En ondanks dat het voor sommige mensen heel dubbel is, toch interessant is. Nou, ik had al een tang klaargelegd om de olie tot los te halen. Waarom doen we het met de tang? Soms kan die heel vast zitten en dan kan je het met de handen gewoon niet loskrijgen. Dus zo haalt het oliedopje los. Nou, dat is een 4-tak motorblok. Daar vul je de olie bij, kun je ook de olie peilen. Dus daarom zit dat dopje daar. Ik haal het kapje wat je nu ziet hier los jongens, omdat achter dit kapje zitten ook nog twee boutjes verstopt. Dus soms moet je bij bepaalde motorblokken als eerst kapjes weghalen of iets dergelijks om bij de bout te komen voor de kantkap los te krijgen. Nou, dit is dus het kapje met zo'n aanzagrubber. Aanzagrubber, ja goed, het hoort erbij, het zit erbij, het hoort erop. Maar het is niet heel spannend als hij er niet op zit. Oké, oliedopje doe ik altijd terug. Waarom doe ik deze terug? Als je hem niet terug zou zetten en het gat is open en er valt per ongeluk een schroef in. Ja, dan hebben we echt een uitdaging. En hebben we die uitdaging al gehad, vraag je af? Jazeker, meermaals. Ikzelf, mijn jongens, personeel en stagiaires. Het overkomt iedereen helaas wel eens. En als je scooter start, wanneer zo'n schroefje in zit. Leuk, je raadt het al. Hoi, 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 dan heb je echt een uitdaging. Dan heb je de koffiemol hoor. Ja, echt. Ja. Hey, hier zit het luchtfiltertje. Het luchtfiltertje zit ook vast met twee boutjes. Twee kruiskopjes in dit geval. Achter deze luchtfilter zitten ook weer een paar imbusboutjes. En ik haal hem gewoon altijd los, omdat je daardoor de kartkap makkelijker los krijgt. Plus de bouten tevoorschijn komen, waardoor je het gereedschap erop kunt zetten. We hebben ruimte vrijgemaakt om bij alle boutjes te kunnen komen en we kunnen alles goed zien. Nou, in dit geval van dit motorblok, ik ga toch even voor jullie tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In dit geval van dit motorblok zitten er 11 kartenbuitjes uit die eruit moeten om de kartenkap los te krijgen. Mensen gaan ook heel vaak sleutelen aan de kickstart en die halen de kickstart los. Dat is in dit geval helemaal niet nodig. Ik ken ook eerlijk gezegd geen geval bij geen enkele scooter waar je de kickstart moet loshalen om de kartenkap los te kunnen krijgen. Dus laat die kickstart met rust. Sterker nog, als je de kickstart laat zitten, want je kan eraf halen, dat maakt eigenlijk niks uit. Maar als je hem wel laat zitten, laat ik zo meteen zien waar het eventueel nog handig voor kan zijn.
Martinez. Are you there? Ja. Are you there? Ja. Dat is een beetje ver weg. Oké, let op. Alle kantenbuikjes gaan los. Het waren er 11. Dus wat je dan het best kunt doen is, als alles los zit, één voor één eruit trekken. Je hebt ze geteld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9, en 10, en 11. 11 boutjes met goed nieuws. Want er zit ook een koopvet op en dat is de reden waarom bouten makkelijk los kunnen komen, omdat ze niet vastroesten. Waarom zou je de bouten tellen die je eruit haalt? En wat doe je met de bouten die je eruit haalt? Ik tel ze, omdat als ik weet, als ik eerst kijk van oké, waar zitten alle bouten? Oké, het zijn er 11. En ik heb de bouten naar mijn gevoel los en ik heb ze ook geteld en ik weet zeker dat ze los zijn. Dan kan het nooit zo zijn dat ik de kartkap probeer open te halen en dat er nog per ongeluk één bout in zit. En dat je daardoor je kart eraf breekt. Want wat gebeurt er als ik met een schroevendraaier in die koelribben ga en ik probeer de kartkap los te halen? Bijvoorbeeld. En er zit nog één bout in. Bijvoorbeeld hier, ik noem maar wat. Stel deze bout had ik nog ingezet en ik ben aan het wrikken en aan het rammen en aan het slaan. Dan breek je gewoon je motorblok af. Als jouw motorblok afbreekt, mensen, dan heb je een heel nieuw karter of misschien een heel nieuw motorblok nodig omdat zo'n karter eventueel niet leefbaar is of iets dergelijks. Je motorbloknummer zit er ook in. Je motorbloknummer die matcht met je frame nummer. Het is dus heel belangrijk dat je heel zuinig bent op dat ene motorblokje die je hebt. Dus het tellen van bouten kan voorkomen dat je schade aanricht die totaal onnodig is. De kickstart. Waarom is die kickstart heel fijn dat die erop zit? Omdat als je op de kickstart slaat, dan komt er ruimte tussen de kartenkap. Let op, dan gaat hij. Huppakee. En je ziet het, kijk al die ruimte. Nou, als ik hem nu loshaal. Huppakee, dat is alles. Dus dat is de eerste les. Voor wie het een les is. Dit is hoe je een kartenkap los kunt halen. En dan zie je in de kartenkap een aantal dingen. En heel veel van die dingen zijn belangrijk. Maar wat je onderschat misschien, zijn de pasbussen. We zien hier een pasbus. En we zien hier een pasbus. En die pasbussen, jongens, die zijn super belangrijk. Waarom? Die houden de kartkap op positie. Hij kan nooit een klein beetje schuin zitten. En denk je van oké, nou lekker belangrijk, maar als je al die bouten inzet, dan zie je toch wel recht. Dat lijkt zo, maar het minste geringste verschil kan ervoor zorgen dat de bendix verkeerd zit. En als de bendix verkeerd zit, dan kan hij precies aanlopen tegen de stattenkrans. En de stattenkrans, dat is dit ding. Dit is de stattenkrans. Nou, daar kan je tegen aanlopen, heb je geluid, heb je irritatie, heb je een bendix, heb je een scooter die niet mooi start. Wil je brrr. Nou, dat wil je niet, je wil gewoon die mooie start. Nou, dat is de kartkap, heel belangrijk, dus pasbussen, onderschat ze niet. Dan hebben we hier een kickstart ronseltje. En als ik de kickstart indruk, dan is dit wat het doet. Het draait. Kickstart ronseltje. En bij het kickstart ronseltje moet hij gesmeerd zijn. En als ik hem toch open heb en ik heb toch vet bij de hand, laat ik heel even zien hoe je dat zou kunnen smeren. Niet met koper vet, maar doe het met lager vet. Nou, we hebben hier dan lager vet aan een tijdje zitten. En dit noem ik, ja, ik noem het altijd het pikkie. Dit ding wat ik nu smeer is het pikkie. Pikkie smeren we en hier tussen. Hier tussen smeren we hem ook, omdat als hij daar niet gesmeerd zou zijn, dan loopt hij nog steeds stroef. Er komt gewoon roest. Er moet vet zitten op dat soort bewegende delen. Dus waar de kickstart is, bij de remheveltjes een klein beetje vet. Bij het slot natuurlijk, bij waar je sleutels in doet, van je contactslot. Moet ook een klein beetje vet zitten, WD-40 is goed genoeg. Nou, en dan blijft het lekker soepel. Dan kraakt het niet, dan piept het niet. Dan doet het wat het moet doen. Nou, zo werkt dus eigenlijk een beetje de kickstart. En in het geval van Piaggio, en dat hebben niet alle scooters, zit er ook een lagertje in. Dit heet de kartkaplager. Dit is een heel klein lagertje. En het is super slim dat die erin zit. Omdat hij zorgt dat de vertanding recht blijft zitten. En bij bijvoorbeeld Piaggio en Kimco zit dat niet. Het is hartstikke sterk, het zit ook hartstikke goed hoor. Alleen door dit heb je nog minder speling in de hele transmissie. Wat ik vind het beter is. Het is wel zo dat omdat je dat extra onderdeel hebt, kun je ook weer een extra onderdeel hebben wat stukken gaan. Wat er vaak gebeurt met het lagertje is, hij raakt uitgedroogd. En dan hoor je een klein beetje dat magnetron koffiemachine geluid. Dat beetje dat geroffel, gerafel. Heb jij dat in je motorblok en is het een Piaggio motorblok? Dan zou het best wel eens niet de krukkerslagers hoeven te zijn. Maar dit kartkaplagertje. Klein lagertje, groot effect. We hebben dat gedeelte van de kartkap in ieder geval vast gehad. Of in ieder geval gedeelte van het motorblok. En nu wordt het interessant. En ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik ben eigenlijk bang voor niet. Dus ik zit na te denken of ik een lamp heb. Een lamp, zodat jullie goed kunnen zien wat ik wil laten zien. Ik moet even een lamp fixen. Ik ben zo bij jullie terug. Nou, ik heb even een lampje geleend bij Jurre Toewiels. Mijn collega scooterwinkel naast mij. Kijk, kunnen jullie goed zien? Ja, man, dit scheelt een hele hoop, jongens. Ik hoop dat jullie net zo blij worden als ik. Oké, nou. We zien hier de, zoals dat heet, transmissie. En de transmissie is de gehele aandrijving achter de kartkap in het motorblok. We hebben hier, om te beginnen, een krukasmoer
En de vertanding als moer, ja, eigenlijk is het ook gewoon, het is precies hetzelfde moer als de krukas, dus je noemt het ook gewoon krukas moer, ook al zit hij niet op de krukas. Maar in dit geval krukas moertjes dus. Twee moertjes die heel belangrijk zijn om je transmissie te kunnen vervangen. Ze zijn in heel veel verschillende maten, bij een motorscooter heel groot, bij een snorfiets of bromfiets, bij een Yamaha, Kimco, Piaggio, heeft het allemaal verschillende maten. Soms een 17, soms een 14 bij Peugeot of een 15 bij Piaggio. Er zijn diverse gereedschappen om dit los te kunnen krijgen. Een Vario blokkeersleutel om de starterkrans te blokkeren. Je had ook vroeger een zuigerstop bij tweetakt, is niet ideaal. En we hebben een koppelingssleutel. En ik ga het heel even voor jullie bijpakken, zodat jullie goed kunnen zien hoe jullie thuis het eventueel kunnen doen. Want we hebben ook ander gereedschap. We hebben specialistisch gereedschap, chirurgisch gereedschap. Nou, dit is dus de iets kleinere frutteleteur. Nog steeds een hartstikke grote rammer. Wat is het gevaar van frutteleteurs? Net als wat is het gevaar als je iemand een Formule 1 auto geeft en op de weg laat rijden. Als je niet vaak in een Formule 1 auto rijdt of ervoor opgeleid bent, dan heb je kans dat je jezelf dwars bij de eerste bocht de muur in rijdt. En dat is hetzelfde met dit stukje gereedschap. Dit is zodanig sterk dat als je hem gebruikt om een krukasmoer los te draaien. Nou, bij het losdraaien zal er niks misgaan, maar bij het vastzetten ervan heb je kans dat je de hele krukas totaal vermorselt. Omdat je niet weet wat het moment is, vast is vast of dergelijke, of het is gewoon veel te sterk. Dus je moet wel mee leren omgaan. Een frutteleteur is een heel krachtig gereedschap om een krukasmoertje los te halen. Dat laat ik nu zien. Ik heb ze klaar liggen in deze la. Gebruik ze elke dag. Hier gebruik ik geen kracht op voor, want zo spannend is het ook gewoon niet. Linksom haal je een krukasmoer los en dat laat ik nu zien. En los is hij. Dan hebben we hier nu de starterkrans los. Dit is de starterkrans, Vario koelvindertje, kickstart tandwieltje. En natuurlijk die krukasmoer. Ik ga het weer heel even terugzetten, terugfruttelen. Want waarom doe ik het nou? Dan kan ik met handgreep laten zien hoe je het zelf thuis los kunt halen. Het eerste stukje gereedschap, jongens. De Vario blokkeersleutel. De starterkrans blokkeersleutel is het eigenlijk. Dit is een onaangepast. Ik ga even kijken of deze past. Oké. Nee, de starterkrans past toch niet. Ik moet hem echt even aanpassen. Dus ik pas hem ook aan. Dat is dan ook de reden dat wij ze aangepast verkopen op joeyschaap.nl. Dit is gewoon een universele Vario-blokkeersleutel voor de 2-takt Piaggio. En soms past hij ook op een 4-takt. Soms ook niet. En ik weet niet precies waarom dat niet het geval is. Maar bij deze past hij dus deze keer niet. Dus ik ga even een stukje van het materiaal wegslijpen. En als je dan ook zo'n ding nodig hebt, kun je bestellen via joeyschaap.nl. En dan is hij aangepast zodat hij altijd op jouw motorblok past. Dus zo bij jullie terug. Nou, ik heb net aangepast. Ik heb het aangepast, zo ziet hij eruit als hij aangepast is. Hij mist dan gewoon even wat vlees aan alle kanten en dan past hij beter. Imbus, ring. Laat me allereerst even zeggen dat ik weet dat sommige mensen dit al hebben gezien. Sorry als het dubbel is, maar het is wel belangrijk voor mensen die het nog niet kennen. Ik heb net de Vario blokkeersleutel gemonteerd. Hoe je monteert is als volgt. Je hebt de Vario blokkeersleutel. Zeg dat dit de Vario blokkeersleutel is. Je hebt twee gaatjes. Door die gaatjes steek je de impjes heen die erbij geleverd worden. Nou, als je de impjes dan doorheen steekt, kan je aan de achterkant van de blokkeersleutel kan je de ringjes doen. En daarmee zorg je dat deze tandjes, ik ga het even goed laten zien, dat die tanden goed op elkaar vallen. Dat is een vereiste als je de krukas moet loshalen. Zitten de tanden niet goed op elkaar, dan zal die niet loskomen, want dan glijdt die eroverheen. Plus kun je schade aanrichten aan de tandjes. Bij de tweede heb je kans dat die ringen misschien niet mogelijk nodig zijn, maar ze zitten er gewoon altijd bij. Omdat het bij de ene wel, bij de andere niet nodig is. En zo moet die zitten. Zorg dat ze goed op elkaar zitten, draai die impjes lekker goed vast. En vast is vast en dan is nu dus tijd om zo'n krukasmoer los te halen. En dat doen we ook met heel ander gereedschap. We hebben hier gewoon een ratel. Je kunt ook een kruissleutel gebruiken of maken. Nou, als je een kruissleutel maakt, dan ziet het er zo uit. En ik doe even gewoon voor het idee een dop. Dit is een kruissleutel. En dan heb je eigenlijk nog eentje die zo steekt. Maar goed, laten we het even een kruissleutel noemen. Handgereedschap. Maar hoe wij het dan anders altijd doen, en iedereen heeft eigenlijk wel vaak zo'n rateltje in huis. En die zijn ook niet duur om aan te schaffen. Ratel, verlengstuk, dop 15. Dat verlengstukje is ook wel belangrijk, omdat je dit hele afstandje, deze, moet je overbruggen, dus je kan veel beter kracht geven. Nou, linksom draai je hem los. Je zet de ratel op linksom. En je ziet het, de krukasmoer komt keurig los. En dit is de meest veilige manier, dit is absoluut de meest veilige manier om een Vario of een krukasmoer los te krijgen. Zo. Nou, hij zit zo goed in elkaar dat ik toch even de immers moet loshalen. Anders lukt het niet.
Oh. Kijk, en nu wel. Oké, dus onthoud hem wel dat je dit even een klein beetje losmaakt. Dat je hem straks ook weer vastmaakt. Goed. Nou, ik heb net allemaal uitgelegd wat het is. Startenkrans, koelvindertje voor lekkere koeling in het motorblok. Kickstart-tandwieletje en de krukkersmoer. Zoals je het loshaalt, leg het ook zo weg. Net als het tellen van die boutjes, kun je dan fouten voorkomen. Je weet dat als je het zo neerlegt, dat niet fout kan gaan. Het is dus niet dat het bijvoorbeeld zo is. En dat je niet meer weet hoe het zit, ja? Zoals je het loshaalt, zo leg je het terug. En daar voorkom je fouten mee. Oké. Nou, dat doen we dus. Leggen we zo even hier apart. Klaar. Onderdeel 1 besproken. Dan hebben we hier die zwarte band. Die zwarte band hier, dat heet een V-snaar. Een V-snaar overbrenging. En die heb je niet alleen in scooters. Zo'n V-snaar overbrenging zit ook in auto's. Om bijvoorbeeld je dynamo aan te drijven. Of die zit ook in compressoren voor de zuigertjes. Ik heb de V-snaar aan de kant gelegd. Dan hebben we hier de Vario. Ik probeer even in één keer eruit te krijgen. Dan heb je hier nog de ramplaat zoals die heet. Die kan een beetje vastzitten en in dit geval zit hij dan ook een beetje vast. Sommige krukkers hebben tandjes, sommige krukkers ook niet. Nou, Piaggio maakt altijd gebruik van tandjes. Nou, dan heb je wel als nadeel dat dit soort onderdelen dan wel moeilijk los kunnen komen. Ik leg even mijn lampje neer en ik haal hem los. Nou, los. We hebben hier de Vario. Ik ga even laten zien en vertellen wat die onderdelen dan zijn en wat ze inhouden. Ik haal de roller eruit. De Vario geluid is eraf. We hebben hier, jongens, we hebben hier de variateur. De variateur is het voorste tandwiel van een fiets. Hierin zitten rollen. En die rollen die zorgen voor een bepaald tegengewicht op het moment dat die scooter toeren maakt. Variateur heb je in allerlei soorten en maten en materialen en merken. En al die materialen, merken enzovoort, die eigenschappen kunnen ervoor zorgen dat je scooter harder trekt, zuiniger rijdt, stiller is, minder trilt. Een Vario is ontzettend belangrijk. Dit is een originele Vario van Piaggio en die maken gebruik van grote rolletjes. Een rolletje, dit is dit ding, heeft een maat. In het geval van Piaggio is het 19x15,5 voor dit specifieke model. Als je bijvoorbeeld Peugeot hebt, heb je 16x13, heb je de oude Minarelli's, is 15x12. Dat zijn rollenmaten en die gaan in Vario's. Vario's zijn extreem specifiek. Je kunt echt niet een Peugeot Vario in een Piaggio motorblok zetten of andersom. Je kan niet, als je een Mercedes auto hebt, Ferrari onderdelen monteren op je Mercedes auto. Ja, hooguit de ventieldoppen, maar daar blijft het wel bij. Dus om aan te geven hoe belangrijk het is dat je de juiste en originele onderdelen of de specifieke onderdelen voor het model scooter gebruikt die daarvoor zijn, is heel belangrijk. Als jij voor jouw scooter een verkeerde Vario koopt, heb je kans dat je speling hebt. Dat überhaupt misschien helemaal niet past omdat het gat te groot of te klein is, whatever. En dan zul je niet kunnen rijden. Dus als je nou niet weet welk onderdeel er op jouw scooter moet, neem dan contact op met jouw leverancier. Als ik dat ben, stuur ons een mailtje via het contactformulier via de website. Is het een andere Piet, DDL Tuning, bel DDL Tuning. Hey, ik heb hier een Maas slider en ik wil een Vario. Welke moet ik hebben? Daarmee voorkom jij problemen in de toekomst. Een Vario. Voor de Piaggio scooters, iJet injectie die we nu tegenwoordig hebben, is dit een key onderdeel om ermee op te voeren. Bij de twee takjes kun je er wel wat winst mee krijgen qua trekkracht en ook een beetje qua top, maar bij de vier tak is dit noodzakelijk om te vangen. En de Vario's heb je dan ook van hele bekende merken en ik noem de twee bekendste. Malossi, de absolute nummer 1 als je het mij vraagt, en Paulini. En Malossi en Paulini's die zijn heel erg aan elkaar gewaagd, ziet een beetje als Ferrari Lamborghini, ja? Dat zijn de twee topmerken wel toch in auto's, als ik het zo mag zeggen. En de ene houdt van Lamborghini en de andere houdt van Ferrari. Nou, Paulini en Malossi zijn hetzelfde zo met Vario's en al heel veel andere onderdelen. En ik heb gekozen voor Malossi. Vind ik een mooi merk, heeft mooie spullen en een goede kwaliteit. En bij Vario's zijn er twee dingen die je moet weten als je kiest voor Malossi of Paulini. Ik begin met Malossi. De Malossi Vario's hebben een extreem goed resultaat. Zijn altijd goed compleet, past perfect, dat is top. Zoals je hier ziet, zie je slijtagebanen in de originele Vario. Dat is wel iets waar Malossi ook uiteindelijk last van krijgt. En ook best wel gevoelig voor is. Dus zo nu en dan zul je de Malossi Vario moeten vervangen, maar het resultaat mag het dan ook wel wezen. Als je dan kiest naar Paulini. Paulini heeft deze slijtage minder. Maar wat krijgt Paulini? Die krijgt uiteindelijk slijtagevlekken in de Vario. En ik heb geen idee waarom dat geval is. Ik denk gewoon een zwakke plek is of het materiaal net niet goed genoeg is. Maar dat is dus een beetje de zwakke plek van Paulini. De resultaten en zo zijn ook allemaal goed. Alleen de slijtage is anders. Bij Malossi slijt hij op deze manier. Gewoon normaal, zoals het hoort, alleen het slijt. Slijt snel en origineel.
En bij Polini slijt het ook, alleen dan krijg je niet per se dit, uiteindelijk ook. Maar vooral slijtageplekken in de Vario. Dus goed, je moet zelf maar even kijken wat jij een mooi merk vindt en wat je wil. Weet wel dat je uiteindelijk gewoon een Vario moet vangen. Het is gewoon een slijtagedeel. En je kunt die scooter beter mee laten rijden, mits je goed afstelt. Vario's. Ik had het net al even over rollertjes. En dit zijn dan rollertjes van voor Piaggio, 19x15,5. En dit is 6,1 gram. Ik zei al dat dit een Vespa scooter is, het is een viertakt, het is een snorfiets en er zit een CD pakket in die wij leveren via de site. En als wij dat pakket leveren via de site is het altijd 6,1 gram rollen, omdat wij hebben getest op de testbank bij DDL Tuning met wat hij dan het best rijdt. Nou, 6,1 dus. Dus dit gewoon 6,1. Zou je er nou 10 gram in gooien, dan verlaag je je toeren, dus dan maak je de rollen zwaarder, dan verlaag je je toeren. Wordt die stiller, relaxter, misschien wat zuiniger. Verlaag je toeren, daarmee ook je trekkracht. En als ze echt veel te zwaar zijn, kun je zelfs de topsnelheid verlagen. Omdat die er gewoon niet doorheen komt. Maak je ze te licht, heb je kans dat die wel iets beter trekt. Dat die gemakkelijk op toeren komt. Maar zijn ze weer veel te licht, dan heb je weer kans dat die dus zoveel toeren maakt dat hij weer de perfecte krachtsoverbrenging niet heeft. En dan gaat hij veel suipen, gaat hij veel herrie maken, meer slijtage hebben. En dan heb je dus weer een negatief resultaat. Dus met rollen kun je heel veel afstellen en heel veel testen en heel veel dingen bereiken. Rollen zijn belangrijk en in diverse merken en maten leverbaar. Wij maken heel veel gebruik van of origineel of Malossi. Malossi is extreem accuraat qua gewicht. Slijten wel aardig hard. Origineel slijt niet hard, is wel ook accuraat qua gewicht, maar die bestaan maar in een paar maten, 4 of 5 maten, dat is te weinig. Dan heb je Polini, Polini is ook top, ook accuraat, slijt niet hard, ga ik binnenkort in mijn assortiment toevoegen. En we hebben Leo Vinci. Leo Vinci, omdat ze nou eenmaal gewoon hele speciale, specifieke maten hebben en omdat de vraag van is van onze klanten. Er zijn nog meer merken die ze leveren, die gebruiken we niet, zeggen verder ook iets over. Dit zijn de merken die wij gebruiken waar we achter staan. Tot slot, de ramplaat, Vario glijders. En een Vario bus met Vario ringen. Ik begin even met de ramplaat. De ramplaat wordt bij iedere Vario geleverd en is voor zijn specifieke Vario toepasbaar. Koop je een Polini Vario, dan past alleen de ramplaat van die Polini Vario. Koop je de originele Vario, dan zit er een ramplaat bij voor de originele Vario en die moet je gebruiken. Dan heb je Vario geleiders, dat is een stukje kraakbeen wat ook tussen je knieën zit. Als je knie bot op bot is, krijg je slijtage, zou het stuk gaan. Dus, als wij het zo zouden monteren, dan is binnen 100 kilometer is je hele Vario verrot. Monteer je het met deze Vario geleiders, die er ook in diverse merken en verschillende kleuren en maten zijn, dan heb je dat niet. Dus dit is gewoon een tussenonderdeel die noodzakelijk is in die scooter. Deze vangen wij iedere beurt, is een slijtagedeel. Tot slot, de Vario bus. Vario ringen in verschillende soorten en maten. Vario bus zijn ook specifiek per merk, per model, per Vario. Ik wil er niet veel over zeggen, want het is nu dus heel duidelijk dat bij een Vario een specifieke onderdeel hoort, zoals een ramplaat en een Vario bus. Vario bussen bij Piaggio tegenwoordig heb je gewoon kaal, deze niet kaal, zit nu een ring op. Of met de Vario ring erop gelast, of met losse ringen erop. Dit zijn losse ringen erop, alleen die zitten aardig vast, omdat er al misschien heel lang op zit. En Vario ringen, daarmee beperk je de snelheid van een scooter. Kun je de snelheid beperken van een scooter? Bij een tweetakt is dat een beetje lastig, dan moet je hele dikke ringen doen. Gaat hij heel veel suipen en dan heb je meer slijtage. Dat is ook de reden waarom er hier wat slijtage zit, omdat er ringen zit. Maar dat is niet erg. Af en toe moet je het gewoon vervangen. En met ringen kun je de snelheid afstellen om bijvoorbeeld een bok te voorkomen. Of als je van je ouders gewoon niet harder naar 30 mag. Ik noem maar wat. Dat kan. Dat kun je afstellen met ringen. Vario busje, nou glad of niet glad. Als je er eentje hebt waar die opgelast is, dan zul je de bus moeten vervangen. Van een model van bijvoorbeeld de Piaggio Sip van vroeger, daar zat hij niet op. En dan kan je hem daarmee opvoeren. Nou, dit was wel eigenlijk alles wat ik wilde vertellen over de Vario. Dan hebben we nog één onderdeel over naast de Vesna. En de Bendix, want de Bendix kan ik er even makkelijk uithalen, dat is dit onderdeel. De Bendix die grijpt aan op de startenkrans, op die tandjes die we net zagen bij de startenkrans toen we de Vario blokkeersleutel hadden toegepast. Nou, in plaats van de startenkrans blokkeersleutel hebben we hier dan de Bendix die startenkrans aandrijft zodra de startmotor stroom krijgt. Dus dan draait hij, neemt hij de krukas mee en dan start je scooter. Daar is de Bendix voor. Gewoon een overbrengsonderdeel. Deze moet zo kunnen bewegen en vanzelf teruggaan. Gaat hij niet vanzelf terug, blijft hij openstaan, loopt hij mee, gaat alles stuk. Ja? Dus de Bendix zul je ook af en toe moeten vervangen. Dan hebben we hier, met een lampje, haha, het koppelingshuis met erachter de koppeling, een drukveer en een pulley, daar waar de face naar in loopt. Ik had heel even zien hoe je het kan demonteren en monteren en dan nog even wat onderdelen die erin zitten. Dan heb ik hier de Vario blokkeersleutel speciaal voor Piaggio motorblokken. Past ook op Peugeot en op Kymco. Sommige zijn universeel, sommige zijn zeer specifiek. Wij hebben ze te koop voor Piaggio, dus als je een Piaggio scooter hebt en je hebt zo'n ding nodig, kun je bij ons bestellen op joeyschaap.nl. Wat doe je nou met zo'n sleutel?
Je doet hem in de gaatjes van de koppelingshuis. Nou, in dit geval van deze viertakt kan ik hem op de oliekarten laten rusten. Ik zeg hem helemaal tegenaan. Nou, met hetzelfde gereedschap als de krukasmoer draai hem linksom los. En los is hij. Nou, dan kan deze eraf. Heel makkelijk. En dan draai je de volgende krukasmoer los. Zo. Huppakee. En dan heb je hier het koppelingshuis. Het koppelingshuis. Hierin slipt de koppeling. En er moet slip zijn. Als er geen slip zou zijn, zou de motor geen toeren kunnen opbouwen. Heb je dus geen opbouw van het vermogen van je scooter. Hij slipt in het begin. En dat komt omdat de trekveren dan op een bepaald toerental uitslaan. En dan kan hij mooi slippen en dan kan je snelheid opbouwen. Een koppelinghuis kan daardoor ook verbranden of faal raken. En heb je daarmee ook weer in verschillende soorten maten. Polini, Piaggio, Malossi enzovoort. Dit is gewoon het originele koppelingshuis. Je hebt ook duurdere, vettere, mooiere. Als je van een kartek hebt waar je een beetje doorheen kan kijken. Maar dat heb je eigenlijk alleen nodig als je echt serieus gaat tunen. Als je echt veel pk's hebt, dan heeft het zin om een ander koppelingshuis te nemen. Of om zelfs een koppelingshuis te nemen met koelribben, zodat die koeler blijft. Zodat die niet verbrandt. Of dat die sterker is en niet al faal raakt. Koppelingshuisje, slip erin, moet gewoon schoongehouden worden. Schoonhouden is niet zo moeilijk. Als je hem helemaal los hebt, je haalt er gewoon een papiertje erin met een beetje remmenreiniger. En dan haal je het stop eruit. En dat zit. Klaar, koppelingshuisje. Dan heb je hier de hele poel die koppeling overbrengen, leg ik heel even nog apart. Want ik heb hier nog de V-snaar. Ik heb hem zelf laten zien. En op die V-snaar staat een pijl. De pijl moet altijd naar voren wijzen. De draaier naar voren. Zo moet je de V-snaar bij Piaggio monteren. V-snaren hebben een zeer specifieke maat en zijn heel belangrijk dat je die ook in de juiste maat bestelt. Als ik je nu een V-snaar gooi van 12 inch, heb je kans dat er geen aandrijving is, heb je kans dat die klapt, heb je kans dat die breekt. Dus als jij een V-snaar koopt en ook daarvan niet weet of dit de goede is voor mijn scooter, als het maar Piaggio is, dus iets van Piaggio, dus Aprilia, Derby, Piaggio, Gilera, whatever, en wij kunnen het leveren, stuur ons een mailtje, dan kunnen wij daarmee helpen. Heb je een Maas, Slider of een ander merk, dan kunnen we je niet helpen, dan zullen we je ook niet helpen, want we hebben die onderdelen niet. Het zit niet in ons assortiment. Een V-snaar heeft slijtage en vervangen we om de 3.500 à 5.000 kilometer. Ja, er zitten nu crackers te kijken die zeggen, oh dat is te snel, dat is helemaal niet nodig. Prima, wat jij wil pik, maar als je een goede, frisse V-snaar hebt en altijd in je brommer hebt zitten, heb je de beste trekkracht, heb je de laagste brandstofverbruik, de minste toeren, de minste resonatie, het beste vermogen voor je scooter. Dus wij vervangen de V-snaar gewoon frequent. Dat is ook ons advies, ja. Oké, dat was de V-snaar. We zijn tot slot aangekomen bij het laatste onderdeel, de koppeling. De koppeling is interessant. We hebben een natte en een droge koppeling. In dit geval hebben we een droge koppeling. En dat betekent dus dat die gewoon droog loopt, niet in olie, niks niet. En dat als je uitslaat met wrijving, uiteindelijk een krachtoverbrenging heeft. In die koppeling zitten trekveren. En om die te kunnen laten zien, moet ik hem heel even openfruttelen. En dat ga ik nu ook laten zien. We hebben met die koppelingssleutel ook nog een gat voor deze moer om hem los te krijgen. Dat laat ik nu niet zien, want het is lastig. Dus ik gebruik even het specialistische gereedschap. Ook in dit geval bij het specialistische gereedschap is het van belang dat het echt vast is of los is, maar dat je hem niet voorop draait. Hoppakee, los is hij. Nou, kan je een stuk meer laten zien. Kartkap schuif ik even opzij. Oké. Koppelingsmoer. Een droge koppeling. Een kleintje. Ook deze hebben verschillende maten. Vragen erover, gewoon contact opnemen. Hier zien we trekveren. En deze zijn belangrijk jongens, want met die trekveren kun je het uit stilstand wegtrekmoment bepalen. Wil je minder toeren, doe je minder strakke trekveren. Wil je meer toeren, doe je strakkere trekveren. Doe je te strakke trekveren, heb je zelfs kans dat je helemaal niet wegrijdt. Dat kan. Maar dan zijn ze wel heel erg strak trouwens. Of maak je scooter gewoon vet weinig toeren. Bij tweetakt kun je best wel wat toeren maken. Bij viertakt is het niet zo erg nodig. Maar met de testbank, zoals bij DDL-tuning, kun je dus het beste moment bepalen. Met echte grafieken, en dan weet je gewoon wanneer je het beste resultaat hebt. Trekveren kun je vangen met de trekveren trekken. En ook die leveren natuurlijk via joeyschaar.nl. En die zijn niet zo duur trouwens. En een heel mooi stukje gereedschap. Advies is om in de bankschroef te doen, trekveer daar te vangen. En zo kun je het vangen als je denkt van nou, ik vind dit te weinig toeren maakt. Want dat is dan ook echt vaak het probleem. Te veel toeren heeft hij alleen maar als je zelf de trekveer al vervangen hebt voor strakkere. Want anders is dat nooit het geval. De fabrikanten, en dit is mijn filosofie, dit is wat ik denk dat ze doen. Doen altijd de zwakke trekveren erin. En waarom doen ze dat? Omdat je dan niet die schop in één keer die onverwachte power krijgt als je wegtrekt.
die Yamaha T-Max die ik heb, een motorscootertje van onze vorige video of verleden week. Daar hebben we dus ook andere soort trekveertjes, drukveertjes, hoe je dat noemen wil, erin gezet. Daardoor grijpt hij in één keer aan. Daardoor zou je in één keer, als je vol gas geeft, kan je van je motor afvliegen. Omdat het ding gewoon te veel power in één keer heeft. Dat moet je kunnen rijden. Fabrikanten doen dus, denk ik, daarom altijd zwakke trekveer erin. Dan sleept hij, komt hij langzaam op gang en dat is veilig. De koppeling. We hebben hier de drukveer. Met een, wat is de juiste naam voor dit ding? Met een geleider, laat ik het zo noemen, zodat hij niet scheef kan gaan. De drukveergeleiders, ook hiervan heb je verschillende druktes, verschillende merken. Pollini, Malossi enzovoort. En deze zorgt voor de druk op de veesnaar in de pulley. Hiermee kun je hem ook afstellen. Afstellen hiervan is niet altijd noodzakelijk. Vooral bij tweetakt dus weer wel, viertakt zou kunnen. Als je hem opvoert met een Vario kitje, doen we altijd een witte Malossi drukveer in bijvoorbeeld. Maar dat is veel te ver op de stof van wat ik eigenlijk wil vertellen. Het gaat vooral om dat de drukveer dus zorgt gewoon voor druk op de pulley en daardoor op de veesnaar, dat hij in een bepaalde positie blijft draaien. En dan hebben we hier pulleys. Hierin loopt die veesnaar. En die pulleys hebben een baan. We hebben in een paar video's geleden hebben wij de torque driver gemonteerd. En die baan die een torque driver heeft, of die een pulley heeft, een pulley helft, zorgt ervoor dat de krachtoverbrenging op een bepaalde manier overkomt en dat hij een bepaald toerental op een bepaald moment heeft. Ik zeg heel veel bepaald, omdat het nou eenmaal heel veel variabelen heeft. Met deze pulleys kun je ook winst behalen als je bijvoorbeeld die van Malossi neemt of Pollini. En nogmaals, denk dat de fabrikanten niet voor het optimale zijn gegaan, omdat anders gewoon te veel vermogen ineens vrijkomt en mensen daar niet meer over weg kunnen. Dus dit is ook een onderdeel waar ook laag zitten, kan ook herrie maken, kan ook stuk. Maar qua slijtage, waarschijnlijk overleeft zo'n pulley vanaf de fabriek af de scooter tot het eind, totdat die tot los is of gestolen is of iets dergelijks. Deze slijten eigenlijk nooit. De variateurs wel, deze niet. Deze zijn super sterk. Nou, dit waren alle onderdelen, jongens. Dit is wat er achter de koudkap zit in een notendop. Wat je echt moet weten, wat echt belangrijk is. Dan hebben we hier nog een asje van de vertanding. En als ik het wiel draai, dan zie je ook dat die meedraait. Dus dit drijft het achterwiel aan. En dat brengt me dan ook op het laatste stukje. Dit is de aandrijving. Dit is alles. Het is simpel. Het is droog. Er zit dus geen olie in. Want ook sommige mensen denken dat er achter die koudkap olie zit. Bij deze scooter, bij de meest recente nieuwe scooter, is dat niet het geval. We hadden vroeger die Yamaha Mint. Of de Peugeot, ja, de Yamaha Mint. En daar zat wel olie in. Ik heb dat zelf nooit open gehad, maar volgens mij was dat zo. Tegenwoordig zit er nooit meer olie achter dit deel van het motorblok. Ik ga alles even rustig op mijn gemakje terugzetten. Laat het even zien. En dan kom ik zo bij jullie terug. De kartkap, de lamp staat nu uit. Lieve mensen, ik heb jullie vandaag geprobeerd te laten zien wat er nou in zo'n motorblok zit bij de transmissiekant. Want de transmissiekant, daar zijn heel veel vragen over. Daar zitten ook heel veel onderdelen die heel erg van belang zijn voor je trekkracht. Ik heb stap voor stap, van begin tot eind uitgelegd hoe de demontage gaat, wat de onderdelen zijn, hoe het eruit ziet. Misschien heb ik iets gemist, ik hoop het niet. Indien wel, stuur een comment en wie weet behandelen we dat nog een keer. Hoe we trekveren vervangen, hoe we rollen vervangen. Hoe we de drukveer vervangen. Of wat hebben we nog meer voor dingen? Hoe we de gereedschappen gebruiken. Ik heb heel veel video's nog in speciale kleine houten toetjes. Waar je dan echt specifiek kan zien. Hey, zo vervang ik trekveren. Dus ik weet dat ik dat nu niet heb laten zien. Wat ging meer over de informatie. Wat het is, hoe het eruit ziet en waar het zit. En dat komt dus ook omdat ik heel veel video's heb verwijderd. Waar ik niet langer mee achter stond. Of waarvan ik vond dat het niet meer representatief was. Het motorblok.
Eigenlijk is dit de basis van ieder motorblok. Ja, het is specifiek per merk en model, maar in het algemeen komt het allemaal wel overeen. De gereedschappen die we hebben gebruikt kun je bestellen via Joey Schapendoor, dat is mijn website en mijn webshop met scooteronderdelen. Wil jij dit YouTube kanaal supporten volgens mij Joey en je bestelt daar je onderdelen, dan support je ons. En dan dank jullie daarvoor, want dan kunnen wij meer van dit soort video's maken. Het monteren van alle spullen heb ik net even snel gedaan, want anders wordt de video echt een uur en het kan makkelijk, maar goed, daar zit niet iedereen op te wachten. Dus daarvoor wil ik je ook echt adviseren, kijk die andere video's waarin ik dus specifiek uitleg, zo vang je trekveren, om maar iets te noemen. Dit is mijn werk, ik doe dit al 15, 16 jaar, ik heb het al duizenden keren gedaan. Dit is mijn ervaring en mijn visie en beeld over hoe ik denk dat ik moet sleutelen en hoe ik denk dat jullie het best kunnen sleutelen als jullie dat gaan doen. Vond je het een leuke video, doe dan een duimpje omhoog. Hou ons in de gaten, abonneer op mijn YouTube kanaal, volg ons met Joey, druk op dat belletje. Waarom moet je dat doen? Omdat wij volgende week gaan starten met het nieuwe 180C Thunder Runner project. Het wordt een ziek project, een speciaal project. Wij gaan, ik denk om precies te zijn, 10 afleveringen maken. Dus in 10 afleveringen hebben wij een object van A. En na de 10e aflevering zijn we bij Z en hebben we een beest en hebben we een speciaal mooi project gehad. Hoe dat allemaal verder gaat lopen, dat zul je gewoon zien in volgens mij Joey. Als je geabonneerd bent, druk op het belletje, leuke video, duimpje omhoog en ik bedank je voor het kijken naar deze aflevering. Lieve mensen, tot de volgende.